Lammert, dit is Jeroen. Even kijken. Gaan we mee? Kom een beetje naar links. Ja, ja, ik kijk maar met mijn sok. Ja. Met een ruitenwisser zeggen we altijd. Ik heb dit jaar het 20-jarig jubileum dat ik blind ben. Het is een aandoening van het netvlies. Je visus wordt steeds kleiner. Je gaat op een gegeven moment door een kokertje kijken. Vandaar dat ik alles volg met geluid. Nou, liefde Vrijmen, kijk, ik heb een seizoenkaart. Ik ben fanatiek. Ja, ik zie het als een stuk ontspanning. Ik hou van sport. Milan, ik ben er. Omdat ik iemand nodig heb, heeft Milan zich beschikbaar gesteld. Graag mee naar het stadion. En ik vertrouw er volledig op. Ja, rechtsboven. Ja, ja. Rechtsboven. Maar ik hoop wel dat Veldmaarden meedoet. In de stok erbij. Ja? Ja. Ik pak je beetje schuldig voor. Ja. Ah, te denken dat ik wel verkeering heb. Nou, maar eerst kan maar komen. En nu sta je op gras. Op veld. Ja. Ik heb mij altijd ingezet voor de blinden en slechtzienden in Nederland door middel van de blinde tribune. Het is toch mooi. U bent 80, maar fysiek staat u er nog goed op. U bent met de tandem, met die buddy, hierheen gekomen. Waarom vond u het zo belangrijk dat Emmen een blinde tribune zou krijgen? Thuis zitten is prima, je zit warm, je zit droog, maar je mist toch een stukje sfeer. Heerlijke zonnige zondagmiddag voor de voorlaatste speelronde in de Eredivisie. Eén ding is apart, we hebben een hartstikke leuke dag voor. Ja, dat zeker. Hoe is het met u? Goed, en dat is? Paul van Boekel, hallo. Ja, aangenaam. Oh, ik moet even de pet op doen. Dit is Lammert. Lammert, dit is Jeroen. Hoi Lammert. Hebben we hem mee? Ja, ja. En dan houd je aan de schouder vast. Helemaal goed. Ik maak aan die kant op. Rechterkant? Ja. Okay. Hou me maar goed vast, ja? Ja, ja. Ben je al moe? Nee toch? Ja, ja. Ah. Nou, dan gaan we. Gaan we wel mee. Ik hou zo vast, Jeroen. Ja, stop. Kom een beetje naar links. Ja, ja, ik kijk maar met mijn sok. Ja. Met een ruitenwisser zeggen we altijd. Dan komt Feyenoord hier straks door ons heen lopen. Ja. En die gaan wij eren als kampioen. En dan maar over dat ze nou dronken zijn. Ja, dat hoop ik ook. Wij hebben een vaste groep van 5 personen. En wij luisteren naar het verslag van Radio Drenthe. Ik heb het voordeel. Ik heb een veld kunnen zien, hè. Ik weet hoe een veld eruit ziet. En vanuit die positie gaan mijn gedachten het veld over. Ik volg ze. Rust voor Rustleven, Zivkovic, 1-1. Ik kan je vertellen, Niels, dat de wedstrijd is afgelopen. Nou ja, het is natuurlijk mooi dat FC Emmen ervoor zorgt dat iedereen deel kan zijn van zo'n wedstrijd. En ondanks dat je blind bent, dat je toch erbij kan zijn en de sfeer kan voelen. En, ja, dat ze dat mogelijk maken, zegt denk ik wel veel over de club. Hier staat Nicky van der Hout. Ik geef Hans. Hoi. Jij mocht nu kippen, maar anders had ik het geweest. Hoor. Oh ja? Ja. Ja. Nou ja, wie weet. Ja. Wat vond u ervan? Dat jij gekiept hebt, ik mag jij zeggen. Ja, natuurlijk. Dat jij gekiept hebt, zeg ik alle lof. Dank u wel. Ja, toch wel bijzonder. Hè? Je merkt dat het voor hem op een andere manier beleeft. Dat ze oortjes in hebben en dat ze heel gedetailleerd het wedstrijdverslag horen. Dus op die manier dat maakt het natuurlijk wel heel mooi. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.